De Magische Mantels Diana Jones, hoofdstuk 7. En het is een beetje laat, maar ik ben jarig vandaag. Daarna ging de dag snel voorbij. Mensen kwamen en gingen. Er waren bijeenkomsten en er werd getrouwd. In alle verwarring kon Tanamiel nog even met mij praten. Wat is er gebeurd? vroeg hij. Er is iets tot stand gekomen, maar het is niet genoeg. Ik heb ontdekt dat ik mij aan stervelingen kan laten zien. Toch had ik niet de macht om het huwelijk van de koning tegen te houden. Was er nog iets meer nodig? Ja, zei ik. En ik vertelde hem wat Karst Adelaar had gezegd. Ik dacht al dat je weer moest weven, zei hij. Maar ik geloof dat er meer aan vast zit, zei ik. De oude heeft deze klos achtergelaten. Waar moet ik die voor gebruiken? Toen kwam Arnolf om Tanamiel naar het kamp van de heidenen te brengen. Dat kan je moeder je wel vertellen, zei Tanamiel, en hij vertrok. Ook met de Rieger kon ik even praten. Is de koning met Merel getrouwd? vroeg ik. O, oude, zei Rieger, en hij bedekte zijn gezicht met zijn handen. Dat was mijn schuld. Ik bracht hem zo in verlegenheid, en ik wilde alleen maar jou dekken. Het vervelende was, dat het gebeurde waar iedereen bij was. Daarom vond hij dat hij wel met haar trouwen moest. Toen kwam Gai kletsnap binnen. Hij vertelde dat jij er met de oude vandoor was gegaan en dat je als straf op de zonde was verdronken. En de koning was zo razend dat hij zwoer dat niets hem meer kon tegenhouden om met Merel te trouwen. Hij liet in het meer naar de oude dreggen. En Merel was zo overstuur om jou, dat het haar niets meer kon schelen wat de koning deed. Toen verscheen om Falco. En daarna was de koning wonderbaarlijk rustig. Ik had kunnen vermoeden dat hij iets in zijn schild voerde. Maar Tanamiel was verdwenen en Kriel en ik hadden onze handen vol aan merel. Tegen de avond kwam Mees aan. Hij had zijn hele dorp bij zich. Ze waren eerst wel te bang om hier te blijven. Toen gaf de koning zakkenopdracht een van hen... Neer te schieten. Daarom zijn ze hier gebleven. Ze waren verschrikkelijk angstig. Ze zeggen dat er een watermuur de rivier opkomt van wel een halve mijl hoog. De koning zei dat we samen verder zouden gaan als hij met Merel was getrouwd. En daarna wilde de koning dat ze bleven wachten terwijl hij naar Karst Adolar ging. Hij nam Mees en mij mee, zodat hij er zeker van kon zijn dat de anderen bleven. Het was allemaal geen grapje, dat kan ik je wel vertellen. En Tanamiel, Tanamiel kwam tijdens de huwelijksplechtigheid opdagen. Hij stoof het meer over, trok aan zijn haar en schreeuwde. En Merel begon weer te huilen. Het was vreselijk. Het is allemaal zo vreselijk, Tanaki. Hoe kan ik nu koning zijn? Dat had hij vooral willen zeggen. Meeuw wist dat je koning zou worden, zei ik. Hij wilde het me niet vertellen, omdat hij dacht dat ik erom zou lachen. Maar ik had er niet om gelachen. Meeuw weet niet dat jij zo veranderd bent. Ik heb bij de koning kunnen leren wat ik niet moet doen. Dat bedoel je toch? Zei Rigger, en hij klonk opgelucht. Ik moet hem vertellen wat ik moest hem vertellen wat er met mij was gebeurd, maar ik weet niet zeker of hij het allemaal wel hoorde. Doorlopend werden hem dingen gevraagd en hij moest al door weer weg voor ik was uitverteld. Ik vond Kriel. Hij zat op de rotsen te piekeren. Vechten is iets beestachtigs, hè, zei hij. We praten er nog een poosje over en toen zei Kriel. Die oude grapjas is vanmorgen toch met Merel getrouwd? Wist je dat? Ja, zei ik, maar ik had de mantel meegenomen. Wat droeg hij dan voor trouwkleren? Kriel lachte. Niemand wist dat jij die mantel had. Herinner jij je dat biezen matje nog, wat ik had gemaakt? Kriel, zei ik. Ik heb je toch gezegd dat ik tovenaar wilde worden, zei Kriel. Zulke kleine dingetjes kan ik al heel goed. Vrede fluiten is veel moeilijker. Toen ik daaraan begon, dacht ik dat ik Tannamiel zou moeten teleurstellen. Hoe dan ook, ik heb dat matje in de kist gestopt en iedereen dacht dat het jouw magische mantel was. Nou ja, Rieger wist het wel maar hij was te veel van streek om het te zeggen. En Merel natuurlijk ook, maar zij keek al door de andere kant op, want ze heeft er een hekel aan als mensen voor gek lopen. Maar Kriel, dan was het toch geen wettig huwelijk, zei ik. Als een huwelijk door een hoofdman is gesloten, is het goed, zei Kriel kribbig. En durf het eens aan iemand te vertellen. Zonder dat huwelijk heeft Riegen niet de minste recht om koning te zijn, dus je houdt je mond dicht. Kriel heeft natuurlijk gelijk. Ik heb het aan geen mens verteld. Het staat alleen in mijn tweede mantel verweven. Tegen die tijd was alles een beetje op orde gekomen. De lijken van de twee koningen en de andere gesneuvelden werden neergelegd op het wijde grasland naast het meer. Mees de hoofdman ging om het meer heen, naar de schuur tussen de bomen. Toen hij daar aankwam, stond de schuur onder water, want Galhart was al zo dichtbij dat er midden op het meer Hoge golven stonden en het water over het lage land spoelde. De dorpelingen van Mees stonden met Merel op de helling erachter. Mees bracht ze naar de watervallen, waar ik me nog bij mijn weefgetouw stond af te vragen wat ik nu eigenlijk moest doen. Merel is niets veranderd, ook al is ze nu koningin en weduwe. Ze droeg alleen haar beste rok. Ze barstte in tranen uit toen ze me zag. Ze had geweten dat ik niet was verdronken, zei ze, maar ze had het niet durven geloven. We daalden af om naar de koningen te gaan kijken. Je zou verwachten dat Merel geen traan om de koning zou kunnen laten, maar jawel hoor. Je mocht hem niet eens, zei ik. Dat weet ik. Ik heb hem niet aardig behandeld, snikte ze. Eigenlijk heeft het leven hem nooit aardig behandeld. Hij was niet geschikt voor wat hij moest doen. Ik geloof dat Merel gelijk had. Maar ik was blij dat Tanamiel er niet bij was. Het zou hem gekwetst hebben. Intussen was Tanamiel in het kamp van Karst Adolar. Het was goed dat hij daar was. Als Arnolf in zijn eentje met het bericht van het verraad van de koning was aangekomen, was er nog meer bloed gevloeid. Dan zou Rieger gestorven zijn voor iets, voor hij iets had kunnen uitrichten. Maar Tan Adolar... Zoals ze hem noemden, Tanamil dus, kwam als een vorst naar de heidenen en bezwoer dat het waar was dat Karst Adolar Rieger tot zijn erfgenaam had benoemd. Toch kwamen de heidenen met zwarte gezichten langs de waterval naar beneden. Ze hielden hun wapens klaar. Mijn volk, dat Karst Adelaar onder zijn hoede had genomen, kwam ook mee. Maar ze hielden zich wat achteraf met de mensen die niet meer konden vechten tussen hen in. Gij is trouwens niet dood. Toen Merel en ik stonden te kijken naar de mensen die bij de waterval aankwamen, legden Rieger en om Falco. Gaai bij de andere lijken neer en Gaai ging er rechtop zitten en vreef zich over zijn hoofd. Ik had kunnen weten dat jij zou winnen, ouwe rot, zei hij tegen oom Falko. Toen keek hij naar mij. Het was weer bijna die oude plagende blik van hem. Ik ben uit de dode leger teruggestuurd zei hij. Om jou te beschermen, meisje. Er zijn verder op de rivier glazen reuzen aan het werk. Het ziet ernaar uit dat ze tegen de avond hier kunnen zijn. om Falco dacht dat het gaai in zijn hoofd was geslagen. Ik wist dat het niet zo was. Hij bedoelt galhard, zei ik tegen Rieger. Daar was ik al bang voor, zei Rieger. Hij stond met zijn hiel in het gras te trappen. Nu heb ik de kans om alles te doen wat ik heb gezworen. En ik geloof niet dat ik het kan. De mensen uit het kamp verzamelden zich bij het meer. Ons volk ging bij Mees en zijn dorpelingen staan. Maar de heidenen... Klommen tegen de rotsnop en planten daar hun vlaggen. Hoe moeten wij de wil van de adelaar uitvoeren? riep een voorname heiden Rigger spottend toe. Rigger was heel bleek, ik zag hem trillen. Hij stond alleen bij de lijken, tussen de twee groepen in. Rigger is nu net zo lang als Meeuw. Toen Tanamiel bij hem kwam staan waren ze even groot. Kijk eerst. Kijk hier eerst eens naar, zei Rieger. En hij wees naar de lijken. Iedereen werd stil. Omdat de waterval zoveel lawaai maakte, moesten we ons inspannen om te luisteren. Dit zei Rieger: Zijn de lichamen van twee koningen. Ze werden gedood in zinloze haat, nadat ze haast alles hadden verloren wat ze bezaten. Er komt iemand de rivier op die dat weet, en het bevalt hem best. Dit zal, hem gemakke, het, dit zal het hem gemakkelijk maken om onze zielen en de ziel van dit land uit te zuigen en ons als zijn slaven te overheersen. Hij komt in een muur van water en hij is al bijna hier. Hij wees over het meer naar de rivier. Ons volk keerde zich van het water af. De heidenen bleven standvastig staan, maar ze staarden met witte gezichten over het meer. De sterke stroming vormde wallen van water die bruisend op ons afkwamen. Vanmorgen, zei Riger, trouwde de ene koning. Met mijn zuster en benoemde de andere mij tot zijn erfgenaam. Dit geeft mij het recht om u allen aan te voeren tegen Galhart. Ik heb er niet om gevraagd en u kunt later opnieuw kiezen als u dat wilt. Maar de komende dagen moet ik u vragen. Als één volk te vechten tegen onze werkelijke vijand. Dezelfde vlaggen zullen boven ons wapperen. Dezelfde onsterfelijken zullen ons leiden. Niet één van ons zal op de vlucht slaan. Wij zullen die waterval daarachter ons tot de dood toe verdedigen. De hoofden keerden zich onzeker naar de stijgerende witte waterval. Iedereen stond besluiteloos te draaien. We zullen stand houden, zei Rigger. Als we het niet doen, raken we immers toch onze zielen kwijt. Het belangrijkste is dat wij iets hebben waarmee we kunnen winnen. Mijn zuster Tanaki kan de ene betovering na de andere tegen Galhard zweven, weven. Ze kan Odemar, onze grote vader, vrijmaken, zodat hij kan opstaan en Galhard verpletteren. Zij kan ons redden, maar ze heeft tijd nodig. We moeten galhard tegenhouden terwijl zij weeft. Als wij hem drie dagen kunnen ophouden, hebben we gewonnen. Rieger had dus de betekenis van mijn werk begrepen. Ik vind het bewonderenswaardig dat hij zo snel tot dit inzicht is gekomen. Dat had ik niet gedacht, want redelijk is het niet maar ik heb nooit kunnen voorzien dat het allemaal van mij zou afhangen ik ben erg bang ik weet ook hoe rieger zich voelt ter geruststelling nog dit zei rieger hij keek naar de verslagen gezichten bij het meer en de grimmige hoofden op de rotsen de grootste kracht van de magiërs is dat ze onze zielen kunnen afnemen daar mag u best bang voor zijn maar dan adolar de heer van de rode rivier zal voor ieder van u een talisman maken die zich die de ziel in het lichaam vasthoudt wanneer u die draagt kunt u vol vertrouwen de strijd ingaan Even keek Tanamiel alsof hij zijn oren niet kon geloven. Maar toen de ogen op hem werden gericht, glimlachte hij en knikte. Wilt u mij volgen? vroeg Rieger. Het is maar voor drie dagen. Er volgde een bijzonder zenuwslopende stilte. Rieger. Ging op een brok steen zitten. Ik denk dat zijn knieën het begaven. Toen stapte Mees uit ons volk naar voren, knielde voor Riege neer. Ik mag die Mees wel. Wij zullen u volgen. Ik en heel mijn volk, zei hij. Dat bracht de andere hoofdlieden ertoe, zich een voor een door de menigte te dringen. En neer te knielen. Ook Zweder was erbij. Niet te geloven. Hij keek erg zuinig, maar hij bestierf het van angst. Ik denk dat hij Riegers talisman wel aanlokkelijk vond. Toen het aantal hoofdlieden aangroeiden, beseften de heidense heren dat ons volk met de eer ging strijken. Er werd haastig wat onder elkaar gefluisterd. Ik weet niet zeker of ze allemaal wel geloofden dat Galhart hun vijand was. Maar de wil van Karst Adolar was machtig. Al die heidense vlaggen gingen even naar beneden, kwamen omhoog en zakten weer. Toen klonk er een luid geroep. Heil Rieger Adolar, Heil Rieger, onze koning. Arnold zegt dat het zo de gewoonte is bij die stammen. Toen de laatste hoofdman zich dus op een knie neerliet, hadden beide zijden Rieger hun woord gegeven. Ik denk dat de tranen Rieger hoog zaten. Hij zat zo moeilijk te kijken. Daarna werd onze koning bij het meer begraven. Ik zag tante Zara bij de klaagvrouwen, maar ze kwam niet naar ons toe. Karst Adelaar werd naar het begin van de waterval gedragen. Bij de bron van de oude, waar het dampende water over de bergwei loopt, werd hij begraven. Ik kan het graf naast me zien liggen als ik zit te weven. Ik kijk er vaak naar en hoop dat wij in staat zullen zijn om zijn dromen waar te maken. Voor we naar boven gingen, hoorde ik Tanamiel tegen Riger fluisteren. Waarom heb je ze een talisman beloofd? Het is onmogelijk om iemands ziel in zijn lichaam vast te houden. Het is wel mogelijk, zei Riger. Wanneer iemand zelf gelooft dat die ziel daar zal blijven. Op die manier heb ik mijn ziel kunnen vasthouden toen Galhart hem probeerde af te pakken. Maak maar een zandtaartje of een scheeltje, het doet er niet toe. Maak alsjeblieft wat voor ze. Kriel, die erbij stond, barstte in lachen uit. Kom op, zei hij, dan gaan we zandtaartjes bakken. Straks, zei Tanemiel en hij keek erg bezorgd. Rieger, zei hij, gisteravond ging ik de rivier af en toen heb ik Galhard gezien. Ik kon het met geen mogelijkheid tegen hem opnemen, onderschat zijn kracht niet. Ik ben weggegaan. Ik wist dat hij mij gevangen kon nemen. En door mij ook de oude. Hetzelfde geldt ook voor jou, voor Kriel en Tanaki. En vooral voor Merel. Jullie moeten oppassen. Oppassen helpt niet meer, zei Rieger. En hij stormde weg om met de mannen over wapens te praten. Tanamiel schatte de hoogte van de waterval. Tja, zei hij. We moeten ons verdedigen... Zoveel we kunnen. Taling, kun jij netten maken? Ik maakte de beste netten van schelding, zei Kriel. En Kriel zal wel nooit leren bescheiden te zijn. Dit worden magische netten, zei Tannemiel. Laat mij meehelpen, zei ik. Ik kan ook netten maken. Dat zal wel, zei Tannemiel, maar jij bent de enige. Die kan weven. Tanaki. Weef zo snel je maar kunt en laat zo weinig mogelijk uit je vertelsels weg. We weten niet welk kleinigheidje jouw werk kan voltooien. Ik klom dus weer naar boven. Naar de dampende bron. Merel ging met mij mee: Zij en Gij hebben gezorgd dat mijn weefgetouw en al mijn wol ook naar boven werden geschouwd. En er gebeurde iets vreemds. Merel had meeuw bij zich en de jongen. Toen mijn weefgetouw op het gras was gezet, wilde ze meeuw aan mij geven. En hij viel in haar handen uiteen. Er bleef alleen een hoopje rode aarde over. Ik schreeuwde het uit van afgrijzen. Merel heeft gehoord hem te pakken. Het is waar dat Merel wijs is. Ze keek glimlachend naar het handje aarde. Natuurlijk niet, zei ze. Dat betekent dat hij weer terug is. Precies zoals Tanamiel heeft beloofd. Ik denk dat het dezelfde, het, dat hetzelfde met de jongen zal gebeuren als Danemiel vrij is. Waarom is meeuw dan niet hier? St, zei Merel. en ze liet de aarde voorzichtig in de groter wordende plas warm water glijden en fluisterde zodat je het niet kon horen. Doe niet zo dom, Tanaki. Wat zou er van Riggers plannen terechtkomen als Meeuw kwam opdagen? Meeuw is ouder. Merel heeft gelijk. Grootvader heeft Meeuw ergens anders heen gestuurd. Hij heeft het gedaan om te laten zien dat hij zijn belofte houdt. Maar ik verlang naar Meel. Kriel en ik hebben besloten dat we hem gaan zoeken als we Galhard hebben overwonnen. Wat Tanamiel heeft gezegd maakt me zo bang dat ik, al dat ik me al door afvraag of ik iets heb weggelaten. Moet ik zeggen dat ik een zere duim heb en drie vingers met blaren? Dat mijn ogen en mijn nek pijn doen? Moet ik vertellen hoe koud ik het de afgelopen twee dagen in de bergwind heb gehad? Ik heb zo haastig zitten weven dat ik fouten maak. Het stuk over Galhart en zijn glazen magiers moest ik uithalen. Dat kwam doordat Kriel en Tanamiel mij afleiden toen ze over de rand van de waterval kwamen. Merel heeft gezorgd dat er hier een tent kwam en dat me eten werd gebracht. Ze liet de katten ook hier achter, in de hoop dat ik het leuk zou vinden. Maar ze wilden al door met mijn garen spelen. En met de spoelen en de klossen. Ik heb Gai moeten vragen om ze naar het kamp te brengen. Gai heeft hier al die tijd op wacht gestaan. Hij maakt Merel niet langer het hof. Hij heeft haar met samen samengezien en kijkt nog wat spijtig naar haar. Maar hij praat heel opgewekt. Een man met één arm is in het gevecht niet veel waard, zegt hij. Niet helemaal waarheidsgetrouw. Ik blijf hier om je tot het laatst toe te verdedigen, jonge heks. Ik ben geen heks, zei ik. Maar hij zei: Wat doen heksen dan als ze geen betoveringen weven? Hij staat nu op de rand van de groene bergwei en kijkt gespannen op alle gevechten neer. De meeste berichten krijg ik van gay door. Alle anderen hebben het te druk. Maar ik moet berichten hebben. Alles moet verweven worden. Tot morgen.